Ja, als ik meatloaf zeg, denken we aan twee dingen. We denken aan Paradise bij de Dashboard Light en we denken aan het broodje gehakt uit Amerika. Wij gaan daarvan een Slovaakse versie laten zien. Masová rolada, want zo heet hij. Uit Slowakije, de meatloaf uit Amerika, maar dan met een extra twist eraan. Want ja. Ik heb gehoord dat er een ei in verwerkt is. Hoe noemde jij dat ook weer, de andere benaming? Gehaktbal kiekeboe. Gehaktbal kiekeboe. Het niveau is weer bereikt. Ja. Gehaktbal kiekeboe. Ja. Maar Bastiaan, laat mij zien. Hè. Ja, je hebt deze natuurlijk niet zelf verzonnen. Nee. Dat is gewoon officieel. Nee, dat is officieel. Absoluut. Ja, nee, wat dat betreft is weinig gaan verzonnen. Dus wat dat is echt wel mooi. Dan ben ik wel benieuwd. Lekker recept. Ja, ik ook. Dus laten we maar gaan maken. Het is eigenlijk redelijk eenvoudig qua ingrediënten. Dus dat is ook prettig. Ja. Er gaat niet zo heel veel in. Er gaat wat knoflook in. Er gaat peterselie in. Gehakt, er gaat een uitje in, er gaat wat paprika poeder in. Dat gaan we mengen met een boterhammetje. Ja. Geweekt in melk. En that's it. Dus laten we het maar doen. Een ei hoort erbij. Precies. Ja. Dus peterselie. En wat ik altijd zeg, pak de platte peterselie met de krul. Ja. Waarom is dat ook alweer? Vanwege de smaak. Oh, vanwege de smaak. Ja, we zullen leren nog eens wat. Ja, precies. Moet je ook doen, hè. Ja. Ga je kant een keer proeven. Kijk eens, geweekt boterhammetje met de melk. Plop. En, breek de dag, tik een eitje. En normaal duurt het op de rand van de pan, hè? Ja, dat wordt zo lastig hier. Het gaat zo lastig aan zo'n bakje. Ja, die denkt dat hij wel een beetje meebeweegt. Ah, oké, okay. Laat maar raden. Dat moet gerusseld worden. Ja. Ah, dat is jouw taak. Ja, ik wou nou zeggen, laat maar raden. Zal ik wel weer doen. Ja. Voilà, de taken zijn goed verdeeld. Nou, we knijden dit even door. Ja, lekker. En toen heeft hij al wat paprika erin gedaan. En natuurlijk peperzout, hè. Niet onbelangrijk. Snufje. Enfin, 3 minuten later. Ja, dit is een snoer. Een beetje zout. Als dat wil. Het is een beetje vochtig. Ja. Maar het gaat lukken. Het is niet altijd droog als je buiten staat. Nee, we hebben een regenbui gehad vanmorgen. Ja. Moesten we even schuilen. Dat ziet u in een van de andere filmpjes. Goed, gaan we weer vrolijk door met kneden. Ja. Ik heb alles door elkaar gekneed. Inclusief de paprika poeder en peperzout. Ja. Aluminiumfolie. Aluminiumfolie. Ja. Ja. Even kijken, want die lezen ondertussen van het nu eigenlijk net te makkelijk. Dat vind ik trouwens wel knap. Wat zullen we doen? Dan maken we hem plat. Ja, in een rechthoek staat er. Ja. Probeer dat dan ook, hè? Ja. Zal ik een winkelhaak halen? Heeft u er eentje? Ja, zo'n winkelhaak. Als jij dat even onderin de lang zet. Ja. Dus doe het ook met liefde, hè? Ja, zeker. Nee, een mooi rechthoekje zo, Bastiaan. Ja, vind ik wel. Helemaal mooi plat, hè? Ja. Maar het is maar goed dat je niet je huis zelf bouwt met deze hoekjes. Nee. Maar ja, beste stuurlui, die staan ernaast. Ja, alweer, precies. Nou, hij ziet er mooi uit. Ik vind het leuk. Dat is echt wel een... kun je een mooie rol van maken. Ja. Die kun je ook met een deegrollen doen. Dan gaat hij uit elkaar vallen, hè? Ja. Dit is beter. Kijk, een beetje handenwerk is af en toe wel leuk. Ja. Moet ik wel doen. Nou, ik vind dat je het netjes gemaakt hebt. Nou. Dan hebben we de R. Erbij. Wat zullen we doen? Ja, je moet iets meer deze kant op, hè? Ja, maar ik denk dat ik met 3 doe. Nou, dan moeten we het recept doen. Ja? Ja, 3. 3. Pas er 3 in, is hij wat breder, dan passen er 4. Bij ons passen er 3. En dan is het eigenlijk de eitjes tegenhouden. Een beetje zoals je met sushi doet, hè. En dan rol je hem erin. Kind kan het wel doen. Het is een rol laden. Ja, precies. En dan zijkantjes duwen we even dicht. Mm-hmm. Het grappige is dat we hem nu in het aluminiumfolie laten garen. En dan op het laatst halen we hem uit de aluminiumfolie en dan zetten we nog even aan voor het krokantje. En voilà, klaar is die. Dan is de... Ja, Masová rolada. Is dat klaar? En voilà, mooi in het midden. Ja. En als je het op een kettle doet, dan leg het indirect. Dus niet boven het vuur, maar daarnaast. Bij de pitbellenkoeker kan dat op deze manier, deksel erop. Precies. Ga je hem indirect koken? Luchtcirculatie, niet al te hoge temperatuur. Super. Doe je dat thuis en je wil weten op welke stand het temperatuurmeter van je barbecue moet staan. Zo maximaal 180 graden, maar 150 graden vind ik altijd mooi. Ja. Yes. Succes. Komt-ie. Ja, daar gaat hij. We gaan hem even uitpakken. Er zit natuurlijk best veel vocht in die aluminiumfolie.
Daar moet je rekening mee houden. Dus ik doe het even op een bordje. Want als ik het zo vol zou, zou het kunnen zijn dat er wat vet in zit. En als dat gelijk allemaal weer uitloopt, is ook zo zonde. Mm-hmm. Kijk. Ja, zo. Zie je dat? Ja, ja. Ah, hij is logisch. Ja, het is, nou, hij is nu gestoomd. En nu grillen we hem even af op de... Oh, dat mag ik eigenlijk niet meer doen. Aan mijn vingertje liever. En dan grillen we hem even af op de barbecue. Ja, dus deze leggen we zo op de barbecue, grillen we hem even af en dan is hij klaar. Leeg snijplank, dat is niet goed, dus die moeten we gaan vullen. Dus, jij gaat hem ophalen? Ik ga hem ophalen, dus ik loop even naar de barbecue. Kerntemperatuur 70 graden en dan kan hij eraf. Ja, dat is... super. Kijk. Op. Mooi, hè? Kunnen we er wat mee. Nou gaan we het eten. Dan willen we natuurlijk kijken of die eitjes wel... Ik denk dat het mooiste is als ze midden, hè? Schuin. Ja, je bent van het schuinen. Ja, wat jij wil, joh. Wat jij wil. Ja. Ja, ik vind het wel lekker. Heb je langere plakken? Ja, precies. Top. Kijk. Precies mooi gesneden. Ja, dat is of je het geroken hebt. Uitgemeten of zo. Ja, precies. Waar zit hij? Dat is wel, hè? Nee. Ja, ruikt goed. Dat is goed, hè? Ja, ik zou stel voor, snijden een plakje af en dan kan ik proeven. Oh, leuk. Kijk. Doe maar de half. Doe maar even zo de half. Doe hem zo? Ja. Lekker. Poeh. Ja. Mooi, lekker. Een leuke twist op deze manier van onze Slowakije vrienden. Ja, hè, mooi op smaak. Ja, mooi op smaak. Ja. Nou, wilt u dit recept ook nalezen? Dan kan het hieronder, daar staat het recept vermeld. Natuurlijk kunt u zich nog steeds gratis abonneren op ons YouTube kanaal Fire en Food TV. Uw likejes en uw reacties zien wij graag tevoren. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Ja, succes met het recept.